Dag Annelies, vastgoed blijft een favoriete belegging van vele Belgen. Nu bij de aankoop van vastgoed is er niet alleen de aankoopprijs die moet worden betaald, maar zijn er ook registratierechten. En die verschillen van gewest tot gewest. Het Vlaams gewest heeft nu op 1 januari een grondige hervorming van die tarieven doorgevoerd. Annelies van Grosveld, experte ST-planning bij de Grof Peterkam. Ik stel voor dat we die fiscaliteit eens in detail bekijken vandaag. Wat is voortaan eigenlijk het standaardtarief bij de aankoop van vastgoed in het Vlaams gewest? Alle aankopen van vastgoed worden voortaan onderworpen aan een tarief van 12%. Dat is het nieuwe basistarief. Hiervoor was dat nog 10%. Dat geldt bijvoorbeeld voor aankopen van bouwgrond, tweede verblijven en vakantiewoningen. Maar voor de aankoop van de enige en de eigen woning heeft de wetgever een voordeliger tarief voorzien. En dat bedraagt 3%. Hiervoor was dat 6%, dus dat is toch een gevoelige vermindering van het tarief dat je moet betalen voor de aankoop van je eigen woning. Nieuw is ook dat de overheid eigenlijk de energetische renovatie van oudere woningen wil stimuleren met een nog lager tarief, hè? Ja, daar heeft men een tarief van 1% ingevoerd. En de bedoeling is natuurlijk om die energetische renovatie van bestaande woningen aan te moedigen. De regels zijn wel zeer streng. Men moet renoveren tot een zeer laag energiepeil om van die 1% tarief te kunnen genieten. Dit zijn wijzigingen die op 1 januari zijn ingegaan. Hoe zit dat dan voor mensen die eind vorig jaar al een compromis hadden ondertekend en die nu, begin 2022, bij de notaris passeren voor de akte? De regels zijn daar verschillend voor de aankoop van de eigen woning. Daar kijkt men naar de datum waarop de authentieke akte wordt ondertekend bij de notaris. Dus situeert die zich in 2022, dan geniet u van het tarief van 3%. Voor alle andere aankopen, van bouwgrond of tweede verblijven, kijkt men naar de datum van het compromis. Is het compromis getekend vanaf 1 januari 2022, dan zal u onderworpen worden aan dat tarief van 12%. Laat ons dan eens een aantal specifieke gevallen bekijken. Bijvoorbeeld, ik koop een bouwgrond om daar in een volgende fase mijn eerste en eigen woning op te bouwen. Kan ik genieten van het tarief van 3%? In dit geval niet. De aankoop van de bouwgrond die wordt onderworpen aan een tarief van 12%. Maar als u een nieuwe woning laat bouwen of opricht, dan wordt dat onderworpen aan BTW en niet aan verkooprechten. Dus dan gaat u spijtig genoeg niet genieten van het tarief van 3% voor de aankoop van de eigen woning. Een tweede geval, ik koop samen met mijn partner een appartement. Ik beschik zelf al over een eigen woning in volle eigendom. Mijn partner heeft geen vastgoed. Hoe worden die registratierechten dan berekend? Voor de toepassing van het tarief van 3% voor de eigen woning wordt er gekeken per partner of u aan de voorwaarden voldoet. De partner die wel al een woning bezit, die zal niet kunnen genieten van het tarief van 3% voor het aandeel dat hij of zij aankoopt in de eigen woning. Dus die betaalt de 12%. De partner die nog geen eigen woning heeft, die zal wel kunnen genieten van het tarief van 3% op zijn aandeel in de woning. Een ander geval is dat ouders soms wel eens samen met kinderen vastgoed verwerven in een formule die we dan gesplitste aankoop noemen, met naakte eigendom en vruchtgebruik. Kunnen die kinderen in een volgende fase nog gebruik maken van dat verlaagde tarief van 3% als zij hun eigen woning dan verwerven? Dat is een vraag die we vaak krijgen in het kader van een successieplanning die wordt opgezet met de kinderen. Ik kan u daar geruststellen, zolang de kinderen geen volledige eigendom van een woning verwerven door die planning, kunnen zij nog altijd genieten van het tarief van 3% voor de aankoop van de eigen woning. Dus als ze samen met hun ouders blote eigendom aankopen van een woning, of als ze een stuk van een woning erven of geschonken krijgen, dan zal dat niet verhinderen dat zij voor de eigen woning toch dat goedkopere tarief van 3% kooprecht kunnen genieten. Dat waren een aantal wijzigingen in het Vlaams gewest, Annelies. Nu, als we over de grens even kijken naar het Waals gewest, ook daar zijn er een aantal fiscale hervormingen doorgevoerd, maar die hebben vooral betrekking op roerende goederen, hè? Inderdaad, in het Waals gewest zijn wat hervormingen doorgevoerd, vooral dan op vlak van schenking van roerende goederen. En met roerende goederen worden zaken bedoeld zoals een beleggingsportefeuille of een verzameling kunst. De belangrijkste wijziging daar is dat de termijn van 3 naar 5 jaar verlengd wordt, die de schenker moet overleven als hij roerende goederen schenkt zonder dat daar schenkbelasting op betaald wordt. Overlijdt de schenker binnen de termijn van 5 jaar na die schenking, dan zullen zijn erfgenamen toch nog successierechten moeten betalen op die geschonken goederen. Die termijnverlenging van 3 naar 5 jaar geldt wel alleen in het Waalse gewest. In Vlaanderen en Brussel kent men een gelijkaardige regeling, maar daar blijft de termijn van 3 jaar behouden. Een andere wijziging is op vlak van schenking van levensverzekeringen. Maar wie er meer van wil weten over die wijzigingen in Vlaanderen en Wallonië, verwijs ik graag naar het volledige artikel op de blog.
Annelies, bedankt voor dit gesprek. Graag tot een volgende keer. Graag gedaan.